In hoeverre vind jij creativiteit belangrijk op YouTube? Creativiteit is eigenlijk wel best belangrijk, omdat alles is al wel eens gedaan. Soms kan iemand zijn persoonlijkheid al heel creatief zijn en daarom eigenlijk een reden zijn dat je graag blijft kijken. Je moet gewoon proberen origineel te zijn, dat kijkers naar u gaan blijven kijken. Dat iets gaan hebben van, wow, dat heb ik nog geen 100.000 keer gezien. Ik ben heel actief als ik achter de camera kom. Dan ben ik in staat om gewoon te springen voor de camera. In mijn laatste vlog heb ik een Q&A gedaan, maar in een vlog. Dus ik wou een beetje creatief zijn, omdat andere YouTubers doen enkel een Q&A. Gewoon een stuk video, maar ik heb in mijn vlog Q&A dan. Dus. Ik denk toch dat iedereen creatief is op zijn eigen manier. En dat is wat ik leukste vind aan YouTube eigenlijk. Zijn er eigenlijk nog andere YouTube-kanalen waarvan u denkt, wauw, die zijn zeer creatief bezig? Wel, Tjoep Totaal, ik weet niet of hij hem kent. Ik ontdek echt altijd creatief kanalen. Ik zit zelf ook in een netwerk waarbij ik dus ook andere kanalen ondersteun. En dan zie je dus ook heel veel mensen die goede ideeën hebben, die dat leuk brengen. En ja, die gewoon echt hun best doen om verder te komen. Voor originaliteit van concept of zo vind ik misschien Unagis of zo wel goed. Omdat die komt altijd met iets nieuws af en ik vind dat straf hoe dat die dat doen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe creatief vind je jouw kanaal? Ik zou zeggen toch een 7. Maar dat is omdat ik vind dat ik mijn persoonlijkheid heel goed kan voorbrengen in mijn video's. En dat maakt mijn kanaal leuk, vind ik persoonlijk. Hè? Allee, als ik dat mag zeggen. 8. 7. 7 of zo. Ik wil niet stoeven of zo, maar ik vind mijn eigen kanaal echt super creatief. Ik zou een... Ik wil niet 9 geven, ik ga een 8 geven. Het is niet echt dat ik zo... Ik doe vaak zo... Iets minder origineel, maar zo, dan gebruik ik er iets origineels bij. Ik combineer dat dan meestal. Ik denk 7 of 8.